Even rekken en dan gaan. Dit is Sanne Oosterwijk uit Lelystad. Ze is 14 jaar, weegt 64 kilo, heeft een lengte van 1,75 meter en is een van de grootste skate- en schaatstalenten van Nederland. Hoe lang doe ik het al? Volgens mij sinds ik 6 ben. Dus dat is nu zo'n 8 jaar. En wat vind je er nou zo leuk aan? Gewoon dat je tegen mensen rijdt, dat vind ik leuk. En dat je gewoon telkens nieuwe PR's rijdt met schaatsen en dat je medailles wint. Ze won dit jaar maar liefst 4 nationale skate-titels en werd 5e op het NK Allround schaatsen. Sanne is dus hard op weg om een topper te worden. Omdat Sanne iedere dag traint voor haar sportcarrière, is ook haar schoolprogramma aangepast aan dat van een topsporter. Ik heb op school hebben extra begeleiding voor topsport, dus je kan makkelijker vrij krijgen en alles om wedstrijden te rijden. En je wordt geholpen met het schoolwerk af hebben wat je moet doen en dat je goed kan leren voor toetsen en eventueel toetsen kan verplaatsen als het nodig is. En ja, dat is wel heel fijn, want dan kan je gewoon wedstrijden rijden die je wil rijden en ja, dan heb je er meer aan. Goed zo, hè? En hoeveel uur train je per week? Ongeveer, ja, het ligt aan. Ene week trainen we bijna elke dag en trainen we meestal 1,5 tot 2 uur. En soms dan doen we ook nog met fietsen erbij zo'n 2 uur. Dus het, ja, ik denk zo'n 15 uur per week. Sanne maakt deel uit van het Skate Force Team, dat uit 18 sporters bestaat, uit vooral de noordelijke provincies. Haar trainer is Pieter Jorn Gemser, neef van de wereldberoemde schaatstrainer Henk Gemser. Volgens hem is Sanne hard op weg naar haar eerste EK inlineskaten. Wanneer je 4 keer Nederlands kampioen wordt, ja, dan ben je misschien automatisch al een talent. Maar wat vooral met Sanne is dat ze een enorme doorzetter is en een aanvallende rijdster. En dat is wel knap gezien haar leeftijd. Waar is het einde, denk je? Wanneer je kijkt naar haar ontwikkeling, ja, dan zou het wel eens een keer een hele grote kunnen worden. En misschien ooit een keer een EK of een WK winst. Ja, wie weet zit dat erin. Inmiddels is de voorbereiding op het schaatsseizoen alweer begonnen. Gemser hoopt, net als bij het inlineskaten, de komende winter prijzen te pakken met Sanne op de schaatsbaan.